gaat het ook, hè? Klopt, maar goed, we hebben nog één wedstrijd, dus we zijn er nog niet. Hebben jullie dat ook in het veld in de gaten gehouden, wat er op de andere velden gebeurde? Nee, eigenlijk niet. Je weet gewoon, twee wedstrijden gaan, twee keer winnen speels. En we hebben vandaag de eerste stap gezet en hartstikke blij mee. Nou, die play-offs, daar gaat het allemaal om. Een paar weken geleden stonden jullie nog bovenaan. Wat is er in de tussentijd gebeurd allemaal met jullie? Nou, kijk, de competitie zit zo dat je ook van iedereen kan winnen, maar ook van iedereen kan verliezen. En we hebben even een dipje gehad, maar we zijn weer helemaal boven. En vandaag is die winst extra lekker wel. Ja, dat geeft ook vertrouwen richting de play-offs natuurlijk, die jullie willen halen. Absoluut. En kijk, volgende week voor Daan uit. Altijd lastig. We moeten gewoon nog één keer winnen en dan zitten we in de play-offs na vijf jaar. En dat is ook zeker wat we gaan doen. In hoeverre denk jij dat het al binnen is? Ja, niet. Kijk, zoals je zegt, een maand geleden sta je nummer 1 en opeens sta je vandaag nummer 5. Dus niks is zeker. Er kan nog van alles gebeuren. Ik weet dat er een paar toppers zijn. Wij moeten gewoon op onszelf blijven focussen, 3 punten pakken en dan zijn we er. En ja, dan mag het feest beginnen. Met welk gevoel sta je hier nou vandaag? Ja, fantastisch. Goede wedstrijd gespeeld. Okay, ik krijg misschien 3 goals binnen, maar we moesten vandaag gewoon winnen. Het maakt niet uit hoe. En heel erg trots op het resultaat. En ja, zoals ik zeg, 3 punten is heerlijk en geweldig. Ja, het is dan lekker dat je nu richting die play-offs kan werken in die laatste wedstrijd. Dat je gewoon weer moet winnen, maar je hebt wel alles in eigen hand. Ja, ja, zeker. We hadden vandaag ook al en vorige week ook. Vorige week maakte ons knap lastig door gelijk te spelen en we hebben ons lessen geleerd. En vandaag stonden we gewoon vanaf minuut 1 en volgende week weer. En 3 punten richting de play-offs.